Hey, wat toevallig. Welkom, leuk dat je er bent. We zijn vandaag weer iets nieuws aan het doen. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik speel namelijk Roerveen. Ik dacht, weet je wat, ik doe het een keer. Het leek me wel een leuk concept voor op mijn kanaal. Dus vandaar zijn we dan hier in Roerveen. En ik heb een paar dingen die ik even moet mededelen. Ik heb geen auto. En dat is eigenlijk alles. Ik heb geen auto, maar ik ga bijna een auto kopen. Dat ga ik in de livestream doen. Die waarschijnlijk, als je deze video überhaupt kijkt, is die livestream al geweest. Dus die is voor die livestream geüpload. Dus misschien dat als ik deze edit, dat ik zelfs al een foto erin zou poppen. Van wow, kijk, dat was deze livestream. Hier heb ik een auto gekocht. Maar we zijn onderweg. Leuk dat je er bent. Ik heb met iemand afgesproken met wie ik nooit Roerveen speel. Met wie ik nooit op de server zit. Maar jullie kennen hem waarschijnlijk, kennen jullie hem wel. Kijk, er staat een politieagent. Ik heb een leuk idee om met van alles met hem te gaan doen. Want ik ben natuurlijk helemaal welkom in Roerveen. En alle agenten houden van me. Alle agenten houden van me. Oh. Hier bedoel ik, alle agenten houden van me. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oké, het zal wel. Kijk, hier zit hij dan. Mijn enige echte dikke mattie. Hallo? Hallo. Hey, Reno. Hey. Hoe is het om hier zo in de stad te zijn? Jij bent nooit in de stad, hè? Waarom kan ik niet op staan? Ja, goed zo. Ja. Kijk, hey, ik heb een leuk idee waardoor jij al helemaal even gewoon een test moet doen of jij wel echt een echte Roerveener bent. Dus namelijk, klik even een paar keer op K. Gewoon op een rustig tempo. Kijk, zie die agenten daar? Ga je gang, je snapt wat mijn bedoeling. Goeiedag. Goeiedag. Dat dacht ik al. Wat Hallo. Is er? Hallo. Nou, ik kreeg een sneeuwbal in mijn nek, man. Jij kreeg helemaal geen sneeuwbal in je nek. Toch niet? Nou, nee, ik heb niks gezien. Ik heb niks gezien. Heb jij iets gezien, Reno? Nou, ik denk dat het sneeuw is wat het uit de boom viel. Ik denk dat het, kijk, dat gebeurt wel vaker. Het gebeurt net onder de boom en toen... het gebeurt echt wel vaker. Oh meneer, kijk eens boven u daar. Volgens mij heb je kans dat er inderdaad een... sneeuwbal. Oh, zo. Oh, ja, nee, ik zie het. Ja, ja die vallen uit de boom. Die vallen echt uit de boom. Vandaan. Die komen daar vandaan. Die komen echt daar vandaan. Maar het zijn echt gewoon... Het zijn echt de sneeuwballen. Kijk maar jongens, welkom bij de video. We gaan vandaag met Reno kloot. Ik heb leuke ideeën om te doen met hem. Ik heb geen idee namelijk. En dat is een heel leuk idee. Maar in Roerveen heb ik nooit idee. En het komt altijd goed. Maar in ieder geval, check of je geabonneerd bent. We zijn bijna 100.000. Heel blij maken. We gaan ervoor. Oké, Reno, eerst weet je wat we eerst moeten doen? Even hier naar de Chinese autodealer. Die is hier namelijk om de hoek. Hoeveel had jij nou? Ik heb 8600. 8600, nee, daar heb je me niet zoveel aan. Maar dan kunnen we wel een heel mooi skeerautootje kopen. Ja, joh. Want we worden sowieso staande gehouden. Eén keer dit avontuur. Worden we sowieso staande gehouden. Ja, waarschijnlijk wel. En maar als er maar verwarring in zit, want... Ja, maar kijk, als lang niet op jouw naam staat, dan is er niks aan de hand. Is het links of rechts? De rechts hier. Zo. Zo, kijk, ik heb namelijk... tijd geleden zo, hoor. Ik heb een hele mooie auto die je kan kopen voor jou. Die heb ik nou een keertje ook gehad toen ik op de vlucht was. Voor een, weet ik veel, voor Lowy heette die. Ja, oké. De goedkoopste die ik kan vinden. Het mag ook een motor zijn of een scooter of zo. Hoor je me nog? Je staat waarschijnlijk hier. Hoor je mij? Ja, ik hoor je. Oké, Reno zou als het goed is hier zijn aankoop gedaan hebben. Oh, dit is precies die ik bedoelde. Nou, dit is zo. Kijk, ik hoef hem ook niet meer kleur te veranderen. Wat een lelijke bak! Ik heb ook geen auto meer. Oké, je kan gewoon rijden wat je wil. Een beetje oppassen met de politie en zo. En over de kruispunten. Want dat is... Ik heb namelijk... Je moet zeg maar... Dit is jouw Roerveen-ontgroening, dit. Je bent natuurlijk een nieuwe stadsbewoner. En dan gaan we even wat kopen voor jou. Nou, wat heb je gekocht? Ik heb een breekijzer. Je hebt een breekijzer. Kijk, een breekijzer heb ik... Ik koop ook wel iets. Wacht even. Nou, kijk. Ik heb een moersleutel. Mooi. Dus dan hebben we allebei iets waarmee we best wel wat damage kunnen doen. Heb jij ooit eens een winkel overvallen? Ja. Echt? Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Want ik wil eigenlijk wel... Maar het zijn te veel agenten aanwezig op dit moment. Er zijn heel veel agenten. Maar het is wel leuk om gewoon te doen. Oké, nee, we moeten even een goed plan bedenken hoe wij gewoon... Maar je wil een bank af. Nee, ik bedoel, je wil gewoon een winkel afvallen. Ja, gewoon even gezellig met z'n tweeën. Wat ben je aan het doen? Hij spint op zijn voordeur. Kijk, we moeten even een goed excuus hebben wat wij in de winkel deden en waarom het alarm afging. Want dat kunnen we als excuus gebruiken dat het geen winkeloverval was, maar een misverstand of zo, weet je? Ja, want er gaat een alarm af van de winkel. Dus dan moet... Oh, je wil een reden bedenken waarom dat alarm afging. Ja, ik heb een keer gedaan dat wij gaslek aan het bekijken waren. Heb ik met Appie gedaan. Ik heb een keer met opa Gerard dat hij PTSS had of zo, hoe heet het? Waardoor die de hele winkel ging slopen omdat ik een leger iets doorrijden nog. Omdat ik iets aan het leger opbracht of zo, weet ik veel wat. Maar dat heeft allemaal gewerkt. En normaal winkelovervalletje, dat werkt meestal nooit. En dan het eerstvolgende winkeltje dat je ziet. Oh ja. Dit is de Ippertijn, dat is Edo's winkel. Oh ja, dat is wel even lekker. Dat is wel even leuk, gewoon Edo's winkeltjes pakken. Ja, wat is nou een goed excuus? We zijn, jij hebt een breekijzer, ik heb een moersleutel. Ja. Maar daar hebben we geen outfits voor. Dan moeten we de outfits hebben waardoor we Wat zijn we? We komen monteren, want de wc is... Is hier een wc? Kom, gaan we kijken. Even kijken, is hier een wc of zo? Ja, er zijn wc's hier. Ja. We gaan gewoon zeggen, de wc is verstopt. De deur zat op slot. De deur is op slot, dus ik moest met dat breekijzer... En heb je hem opengemaakt? En ik... Ja, dat is hem. Maar dan moeten we wel even een andere auto, want dit geloven ze gereed van. We moeten echt in pakjes, in dezelfde pakjes. Oké. En dan zijn we ook echt in jouw lelijke auto. Nee, dit is mijn... werkauto. Ja, dit is mijn werkautootje, want ik heb veel tijd gewoon mijn gereedschapkistje en daar heb ik niet zoveel van nodig. Ja, oké, daarom. Oké, dan... ik zeg wel waar je moeten. Hoe heet het bedrijf? Water & Co. Water & Co. Ja, Water & Co. Ja, twee dezelfde pakjes en ik wou de deur openbreken. Jij hebt de deur opengebroken van de dinges. Maar omdat we de deur openbraken, ging het alarm af. Maar ja, is het logisch een wc? Ja, het was vroeg in de ochtend. Dus we moesten via de achterdeur naar binnen, maar de man van de winkeleigenaar had het alarm nog niet eraf gehaald bij de achterdeur. Ja, dat kunnen we gebruiken. We moeten even daar bedenken nog even iets goeds op waarom we deze tijdstip doen, weet je? Dit raar tijdstip. Oh. Ja, vroeg in de ochtend gaan we doen. Ja, vroeg in de ochtend, dat kan inderdaad. Maar ook waarom het alarm afging. En de winkel was, ging om 7:30 open. Ja, oké. Ja, ga even kijken hoor. Oké, nou, we hebben de outfits aan. Ben je klaar voor de eerste dag werk, Reno? Bij Water & Co? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ja, dit is je eerste dag, hè? Eerste dag. Zien, weer. Ja, hallo. Hey, je weet dat je rechterkoppeland hier stuk is? Ja, klopt. Dat klopt. De politie rijdt veel rond vandaag. Ja, ik weet het. Dan krijgen we boetes en zo. Nee, daar hebben we ook geen zin in. Nee, daarom. Dat moet je wel even laten maken. Hey, dankjewel voor de tip. Hey, werkje mannen. Hoi. Hetzelfde, joejoe. Rij maar richting de AMB is. We moeten wel even legit de auto gaan... Maar dat kan ik ook niet doen. Hier naar rechts? Ja, dat komt wel goed. Ik betaal dat wel. Okay. Nou, dan fixen we even de auto en dan gaan we naar ons werk. Oké, we kunnen naar ons werk. Het is vroeg in de ochtend. Het is klaar, lichte dag. Ja, het is redelijk vroeg nog. Oh, pas op. Maandagochtend. Lekker je hele nek eraf gedronken in het weekend. Ja, en het is zondag toch? Nu. Ja, maar ik dacht, weet je, op zondag ga ik niet werken. Ja, jawel. We zijn, dat zulke service leveren wij gewoon. Dit was, parkeren we gewoon normaal. Gewoon doodnormaal parkeren. Oké, en het excuus dat het alarm af is gegaan, dat regel ik wel, oké? Ja, maar wel een goed excuus, hè? Dat komt echt serieus goed, Staan we weer voor lul daar, oh. Oké. Zou ik gewoon even... zou ik hem starten of jij? Nee, doe jij maar starten. Dan zorg ik wel dat ik telkens naar buiten kan lopen en alles kan regelen, oké? Oké, dan moet je hier toch? Nee, hier, bij die man. Je moet naar die man toe lopen met je wapen in je handen. En dan richten op hem en dan E. Dan gaan we. Ja, begonnen? Ja. Oké, nou, weet je... 156 seconden. Oké, we breken eerst de deur open. Hier is een normale werkdag. Jij breekt de deur open. En dan zou ik kijken of ik de leidingen kan fixen en zo. Vandaar dat we alles gaan doen. Dat komt helemaal goed. Je kan... breek de deur open. Oh, je bent serieus bezig. Ja. De deur openbreken. Nou, helemaal top dit. Wij zijn gewoon van de leidingen hier. Van Water & Co. Het alarm is afgegaan omdat ik bezig was met de leidingen fixen. Want toen ik hier was vroeg de eigenaar gelijk of je wat leidingen kon fixen van de sproeiers hier. Of die aankonden, zeg maar, voor als er brandgevaar zou zijn. En terwijl ik daarmee bezig was, toen heb ik per ongeluk een leiding kapot gemaakt. Daar heb ik net iets hard aangedraaid. Waardoor de sproeiers afgingen, waardoor eigenlijk alles helemaal kapot ging. Alle alarmen gingen af, alle toeters en bellen, weet je. Ja. Dus jij blijft binnen. Ik zorg wel voor de politie en zo die er zo meteen aankomt. Ga jij maar even die deur openbreken en zo. Ik doe alsof ik met iets anders bezig ben. Ja, hij zit behoorlijk krap. Doe je best. Probeer niet de deur te breken. De mannen of de vrouwen wc nodig? De mannen. Ons verhaal klopt nu, hè, met elkaar. De politie komt al. Ja, het komt goed, Nou, meneer de winkeleigenaar, de regen is gestopt. De voer noem je het, de sproeiers die zijn uit. Dat is in ieder geval weer opgelost. Dus dat zit helemaal goed. Ik zou even kijken hoe mijn collega eraan toe is met de wc-deur. Of die hem al... het alarm is eigenlijk ook al eindelijk uitgegaan. Daar ben ik ook al blij mee. Dag, politie. Oh, hallo. Oh, zo de pistolen. Wat is er aan de hand? Wat wil je van ons? Wat wil ik van jullie? Hoe hebben jullie het over? Nou, we krijgen een melding van een winkeloverval. Winkeloverval? Waar zijn jullie helemaal gek geworden? Ik weet niet wat jullie hier aan het doen zijn. Nee, want ik ben... dat ding even uit je handen weg kunnen halen. Ja, tuurlijk. Wij zijn van Water & Co. Wij zijn met de leidingen bezig hier. Mijn collega's... Jullie zijn met de leidingen bezig? Ja, kijk, mijn collega's proberen de wc-deur. Die zit ook eens nog helemaal vast, muurvast, open te krijgen. Ah, oké. En ik zit net tegen de winkeleigenaar juist te zeggen van... Nou, de sproeiers die zijn eindelijk uit. De alarmen zijn gestopt. Het is helemaal weer veilig. Alleen ja, het is een beetje nat binnen, dus pas op als je naar binnen gaat. Het is een beetje nat, maar pas op hoor, als jullie naar binnen gaan. Nou, maar jullie mogen gerust even rondkijken hoor. Nee, ga even terug naar binnen, ga ik even met mijn collega's overleggen. Moet ik terug naar binnen? Ja, laat maar hier staan, dan doen we heel even controle van hem en dan loop ik even met de eenheden terug. Prima, ga je gaan. Ik heb een moersleutel bij me, daar was ik mee bezig. Als je even tegen de muur kan gaan staan? Ja, tuurlijk wel, geen probleem joh, geen probleem. Gekke dingen bij je. Heb je iets bij je waar ik maar kan baseren? Ja, moe sleutel maar. Pas op hoor, het is glad binnen. Die zit in je tas? Die zit in mijn tas, ja. Hele hoop fiches bij je ook. Ja, ik hou wel een beetje van gokken, hè. Ik hou wel een beetje van gokken. Nee, maar dat is allemaal verder helemaal in orde. Dan mag ik gewoon bij jou. Ja. Mag je daar? Mag ik even wat mijn collega's zeggen binnen? Zijn er nog andere mensen in de winkel? De auto van u, meneer, die voor de deur zit? Ja, nee, die is van mijn collega. Die is van mijn collega. Wat is de naam van uw collega? Reno. Even voor mij mijn beeld, hè? Ja. Het bedrijf die aan dingen gaat sleutelen en zo. Ja. Lijkt mij niet dat die met zijn auto komen, dat ze met een busje of zo komen. Ja, maar we zijn met dit mensen met collega. Mijn collega die is net nieuw eerste dag. En we waren met zijn auto. Maar dit is niet echt een auto van een bedrijf, lijkt mij. Nee, maar het was een kleine klus. We hebben gewoon, je hebt bedrijfsauto's, maar we gaan ook wel eens gewoon met onze privéauto's. Als de kleine klusjes, waarom zouden we de hele auto meenemen, joh? Ja. Dat is serieus geen probleem, dat doen we wel vaker hoor. Ja, oké. En wat is de naam precies van het bedrijf? Water & Co. Water & Co. Water & Co. Bij zich trouwens, alleen een moersleut. Collega's de eerste dag. Vanwege de werkzaamheden. Ja, ik geef de papieren wel veel. Ik heb net papieren, jongens. Ze zijn misschien een beetje nat, want het zijn de sproeiers aangegaan. Dus, dat kan misschien een kortsluiting zorgen, waardoor het alarm is afgegaan. Ja, dat dacht ik. Er gingen zeg maar alle toeters en bellen gingen af en zo toen helemaal de sproeiers aangingen. Die gingen allemaal toeters en bellen af. Ik schrik me rot, maar jullie staan hier ineens met wapens op mij gericht, joh. Ja, wij ook. We krijgen ineens overval met elkaar. Ja, dat snap ik, joh. Dat snap ik. Ja. Nee, maar... ik ben even niet de winkel in. Hebben jullie de winkel-eigenaar al gerustgesteld? Ja, of naar een andere winkel zoeken. Die was er vrij rustig onder op een gegeven moment. Oké, top. Oké, jongens, Reno die wordt... Nou, met zijn hand op zijn rug staat hij daar. De politie alleen te geloven van mij. Maar ja, Reno heeft natuurlijk fucking veel geld bij zich. Dus ik ben benieuwd hoe Reno zich eruit kan lullen. Ik kan hem er ook nog mee helpen als ze gaan vragen aan mij. Hoe komt hij aan dat geld? Ja, wij zijn hier gewoon aan het klussen en er komt in één keer allemaal politie. Maar dat komt omdat wij per ongeluk alarm hebben af laten gaan. Dat is een beetje onhandig van ons. Door de kortsluiting, er kwam allemaal water naar beneden, allemaal toeters en bellen gingen af. Nee, er stond de politie voor de deur. Ik snap het wel, dat betekent wel een goed alarm als de politie zo snel aanwezig is. Dat betekent wel echt dat het topalarm is. Oh, maar er wordt wel iemand gearresteerd. Hey, wat is hier gaande? Dit is letterlijk het verhaal wat er is gebeurd. Wat is hier gaande, meneer? Ja, jij mag ook even meelopen. Ik ga meelopen, ik werk mee. Mag even tegen de muur gaan staan, nog een keer boeien om. Hoezo, wat is er aan de hand? Ik ben ook aangehouden bij deze voor het plegen van de winkeloverval. Plegen van de winkeloverval? Die jij en je collega vertellen komen niet overeen. Hoe bedoelt u? We hebben geen winkel. Welke verhalen komen niet overeen? De verhalen die je vertelt. Je zegt dat jullie aan het sleutelen zijn met de waterleiding en dat de kortsluiting nu het alarm afgegaan is. Klopt dat je dat zegt? Ja, weet ik veel hoe het alarm afgegaan. Er ging allemaal sproeiers af. Heel anders. Er ging allemaal sproeiers. Ja, mijn collega die was met de wc bezig, joh. Die stond niet met mij bij. De collega die zei... Wat zei hij, Frits? Wat zei hij? Nou, je collega zei in ieder geval dat jij het alarm hebt af laten gaan. Ja, doordat je vroeg in de ochtend binnenkwam via de achterdeur en dat die deur vast zat. Nou, daardoor ging het alarm volgens mij niet af. Nou ja, dat is zijn verklaring. Dat dacht ik. Want ik was via de voordeur binnengegaan. Nee, ik snap de verwarring over de deurdas van mijn collega naar maat. Het is de eerste dag, hè. Dus ik denk dat we hem daar niet over kunnen blamen. Het is de eerste dag en daarom vertelt hij een ander verhaal. Nee, daarom denk je dat de alarmen op die manier af zijn gegaan. Ben je gek, joh? Nee, ik ben niet gek. Ik vind het alleen heel verdacht, want ja, joh, dat snap ik. Hij heeft een grote hoeveelheid cash geld bij zich. Dat is wel meer dan... Ja, wij doen ook gewoon klusjes voor andere mensen, meneer. En dat is dan, zeg maar, gewoon maar die cash. Ik vind het gewoon apart. Ik zei toch al van tevoren, de zaken lopen gewoon momenteel goed en de boekhouding weet ervan dat de klanten... Ja, en je neemt dat geld mee naar elke klus. Dus als je... maar dat geld is dus niet afkomstig van deze winkel, zeg jij? Nee, die heeft nog niet betaald. Oké, nou goed, dan nemen jullie gewoon mee, gaan we op het bureau onderzoeken waar het geld van afkomstig is. En als het blijkt dat het van de winkel afkomstig is, zijn jullie alsnog aansprakelijk voor de winkeloverval. Kan ik dan nog deze klus eerst afmaken voor die winkeleigenaar of moet die meneer gewoon even de pers krijgen voor van jullie ofzo? Of wat is het? Ja, die moet even wachten. Die moet gewoon even wachten. Nou, dat is ook lullig dit. Ik snap de verwarring van mijn collega. Reno heeft dus het verhaal verteld over dat het alarm afging omdat we via de achterdeur naar binnen gingen. Ik vind het wel een beetje lullig voor die winkel. Hebben jullie wel op de hoogte gesteld dat wij weg zijn? Zeker. Dat kan je ook zelf zien, denk ik. Ja, tuurlijk. Maar hij zit nu met een zeiknatte winkel en leidingen die nog niet gemaakt zijn. Nee, maar goed, daar kunnen jullie dan dadelijk voor terugkomen. Maar het is nou even belangrijker dat we erachter komen hoe jullie de winkel bovenvallen of niet. Ik snap jullie zorgen, absoluut hoor. Ik snap zeker jullie zorgen. En ik had toch gelijk, collega. Dat het wel makkers plakken zal zijn. Ja, een nieuwe onderneming gestart, hè. Ik word alleen maar door jullie aangehouden. Ik denk, ik ga een keer wat goeds doen. Ik ga een keer lekker mensen. Hij zat alweer sneeuwballen te gooien bij ons op Lokkenpark. Nou, we dachten, die is iets gepland. Nee, ik was met mijn vriend net, weet je. Ik was een eigen onderneming gestart. En ik had met hem afgesproken bij het Lokkenpark. En ik zeg, hey, ik heb een leuk plan. Ik had hem nog van niks verteld. Dus hij wist van helemaal niks. Dat was nog het leuke. En zo mocht hij meedoen vandaag met mij. Daarom zijn we ook, zeg maar, niet met een werkauto. Want ja, dat budget, dat was er nog niet. Die heb ik nog niet. Nee, maar goed, weet je, wij treffen gewoon een hele grote som geld bij. Ik weet niet of jij wel eens op straat loopt met, nou, ik weet niet hoeveel het was. Voor mij bijna 5000 euro. Nou, ik loop wel eens op straat met 200.000. Als ik hier een auto moet verkopen, joh, dan krijg je alles in cash. Als ik een auto verkoop of weet ik van wat, dan krijg ik het in cash terug. Moet je nagaan, iedereen loopt hier met cash. Ja, nee, dat snap ik, maar dus ik vind dat niet het is een beetje apart om leidingen te gaan doen. Daar heb je niks met een autoverkoop te maken, toch? Leidingen nee, maken. Maar ik bedoel uit principe, jij zegt, zie jij dat wel eens vaker? Ik zeg, ja, dat zie ik wel eens vaker, ja. Dat zie ik best wel vaak genoeg, zelf bij mezelf ook. Nou, wij vinden het nogal apart, want meestal als mensen zulke grote bedragen bij op zak hebben, dan is dat niet helemaal in orde. Nou, dat vind ik gek. Als dus we gaan het gewoon even controleren op het bureau, weet je, is er niks aan de hand, dan krijgen jullie terug. Kun je gewoon gaan, is er niks aan de hand. Ja, nee, ik snap absoluut jullie zorgen, omdat er ook een melding was, maar ja, het alarm is afgegaan. Ik snap jullie redenering compleet, dat is in ieder geval... Maar goed, we kunnen het geld straks gewoon controleren en stel dat wordt gestolen geregistreerd en afkomstig van die winkel, ja, dan is 112 en dan ben je gewoon afspraken voor de winkel. Dat snap ik het, dat snap ik het. Ik heb even met de winkeleigenaar gebeld. Ik heb het geld gecontroleerd. Geld is afkomstig van de winkel en jullie hebben beide een overval gepleegd. Dus jullie gaan daarvoor... Nou Reno, dan ben je nu officieel... Dan ben je nu officieel ontgroend in Roerveen. Nou, het is een feest. Hoe kwam het dat... We zijn allebei wat anders. Ik dacht dat we gingen voor het plan van de... Ik heb de leidingen kapot gemaakt waardoor het alarm afging en zo. En jij ging over de achterdeur... Nou, ik zei dat we vroeg in de ochtend, ik dacht dat we dat ook zeiden, dat we vroeg in de ochtend... Ja, dat was het originele plan, maar ik dacht dat ik jou had verteld over het nieuwe plan. Ja, we kunnen hier nergens weg, we zitten echt fucked. Maar welkom in... Dit is echt ontgroening in Roerveen. Ik kan hier helemaal niks doen. Dit is echt ontgroening in Roerveen, een overval die fout is gegaan. Kijk. We leven. Nou, we hebben even 12 hele maanden vastgezeten. Kijk, zal ik eens laten zien hoe je binnenkomt? Ja, laat zien hoe je binnenkomt, daar ben ik wel heel benieuwd. Ik ben wel heel benieuwd hoe je er inderdaad inkomt. Nou, het gaat goed. Oh, kijk, zo kom je inderdaad in de gevangenis terecht, jongens. Dit is gewoon inderdaad een route. Zie je? Ja, zo kom je inderdaad gewoon in. En dat kan gewoon, want het is gewoon klimmen. Er is niks mis mee. En dan kan je hier over het hoekje springen en dan zit je in de gevangenis. Oh, ik ben echt dood. Ben je dood? Ja. Oh, nou, weet je wat. Dankjewel voor de gezelligheid. Deze ontgroening op Roerveen. Jotem. Ik zal geen ambulance voor je bellen, zoek het uit. Oké, dan wil ik fijne dag, meneer Peterson. Tot bij de volgende. Tot bij de volgende loodgieterservaring. Bij de volgende Roerveen-ervaring. Ja, gaat helemaal goed. Joejoe. Hey, doe jij. Nou jongens, dat was toch hartstikke gezellig even met Reno. Reno eindigde lekker bewusteloos in de bosjes. Ik ga hem niet helpen. Hij kan lekker de poepinari kunnen krijgen. En dat zien we jullie de volgende video. Abonneer even, like even, een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende video nogmaals. Tot de volgende keer. Doei.